Hier zijn we. Hupsakee, dat zijn wat toortjes. En nu stijf. Oh mijn god. Oh, dat geen zin. Wat heeft deze veel levens? Mijn god, hé. Gaat dood. Oh, ik heb voor de verkeerde creeper gekozen. Well. Silverfish, kun je dat ook zijn? Een rat is dat. Oh. En die mollen toortjes. Oké. Okay. Dan krijgen ze heel veel XP en van XP kunnen we upgraden. Oké. Okay. Dus ik was net een rat. Ik heb het maximale aan XP gehaald en toen heb ik mezelf vermoord. Seppuku, Japanse zelfmoord. En daarna ben ik een creeper, maar dan verder geupgrade. De shrine okay. is zo weg, dus kijk uit, want als die shrine valt, dan ontploft die, krijg je daar damage door, en... Ja, maar ik kan hier niet weg, dat is het punt. Oh, nee, ik ben al weg. Oh mijn god, wat is het druk daar. Oké, iedereen terugtrekken, denk ik. Mm-hmm. Ik volg de rest van de groep wel. Ik moet wel zeggen, het is wel enorm verbeterd sinds... Ja, groot verschil, hè? Ja, echt wel. Ook met geluidseffecten en dat soort dingen. Ja, precies. Gigantisch verschil natuurlijk. Oh, dit ondergronds is de tweede shrine, of niet? Ja, diegene daar. Ja. Kun je ook wolfjes zijn? Ja, dat is een special class, zoals ik die noem. Oké. Oftewel, dat zijn monsters die random waar je uit kan kiezen. Oké. Oh mijn god, er komt heel veel aan. Oh. Oh god. Hoe gaat het bij jou dan, Tim? Ik ben aan het focussen nu op één ghostje om te proberen om te vermoorden. Laten we zeggen, ik ben een Venomburner of in het donker. Dan ben je heel pijnlijk. Oké. Maar wat voor mob ben je dan? Ik ben zo'n rode spin, laat maar zeggen. Oké, dus is gewoon een spin. Mhm. Oké. Even kijken of ik je zie, hoor. Ik zit op die voorste muren. Ik zie je lopen. Een beetje low on health nu. Een van die twee dan. Ik ben degene die nu op dezelfde plek springt. Ja, ik zie je. Hallo! ik sta op de andere muur. Ik zie je lopen, maar... Ja, ik kan niet echt veel doen hier. Eigenlijk moet ik wachten op dat het donker is. Alright. Oh, ik word hier ingemaakt. Dammit. Ik heb niet meer dag. Ik heb beter gedaan. Ja. Maar bij mij gaat het nu toe wel lekker. Ook al is dit mijn eerste keer dat ik deze Warfare Zombies speel. Ja, je bent inderdaad goed bezig. Ah. Er zijn nog 21 dwarfs remaining. Ja. Okay. Dwarfs gaan best wel snel. Meestal zijn ze wat minder goed. Oké, hij heeft een shield, dus daar moeten we voor uitkijken. Ik ben nu een wolf, oftewel ik doe heel veel pijn. Doet een wolf heel veel damage? Ja. Dat is dan zo'n special class waar ik het over had. Oké. Ben jij dit dan? Ik weet niet. Ik, er zijn hier twee wolfjes. Ben jij er één van? Volgens mij niet. Ik ben... Nee. Oké. Ik ben ergens anders. Alright. Oh god. Het wordt nacht. Dus ik krijg speed boost en meer damage. Krijg jij een nacht buffs? Ja. Ah, oh, nee hè. Dus het wordt nu echt heel vervelend voor je. Oh god. Maar ik focus niet op jou nogmaals. Ja, nou, dat maakt me niet uit. Ik ga toch al dood, denk ik. Let op healing en op armor. Ja, dat probeer ik op dit moment wel een beetje. Oh, maar het wordt hier echt super druk. En ik weet niet waar ik naartoe moet om te vluchten. Ik ga wel ergens naartoe. Ah. Nee, ga weg. Nu sta ik ook nog in brand. Dat is een Venomburner. Oké, dat was jij dus eerst. Ja, eerst. Maar nu niet meer. Ja, eerst. Nu ben je een hondje. Oh, ik vind het wel heel irritant dat je elke keer die blindness ziet als je geen potion in je hand hebt. Torch. Ja, oh ja, torch, ja. Dat. Fuck. Oh, ik heb het echt te lang niet meer gespeeld. Ja, geen probleem. Ik vind dat het al heel decent doet voor een eerste keer. Stukken beter dan andere mensen waarmee ik het, laat me zeggen, speel en dan moet ik alles uitleggen. Ja, het gaat er nu toe wel lekker. Maar ik heb echt 3 zombies omheen die maar niet weggaan. Mijn god, en niemand helpt mij. Help mij, mensen. Help mij. Godzijdank. Ja, wacht.
Ik ben al dood inderdaad. Like, mensen op deze server kennen me, omdat ik dit naar Nederland heb gebracht. Laat maar zeggen, niemand in Nederland speelt Divisie. Nee, ik ga... Nee, ik ga dood. Ik ben dood. Oh, nou, welkom bij de monsters. Oké. Laten we ze vermoorden. Skeleton, zombie of creeper? Je moet met zombie beginnen, want die andere twee moet je unlocken. Dus hoe meer XP je krijgt, hoe meer je kunt unlocken van die dingen. Oké. Span is een zombie. Oké. Oh, dus je spant bij de andere shrine. Oké. Ja. Ja, helemaal correct. Helemaal correct. Alright. Hallo meneer de creeper. Zullen we even meeten ergens waar van, bij het begin? Ja, hoe zie ik... Ja, is goed. Even kijken, waar ben jij? Wat ben jij? Een creeper. Trouwens? Ik sta gewoon bij het begin te springen. Ja, er staan hier 6 creepers te springen. Ben jij ook aan het springen? Nee, ik ben... Dat is een smeetje. Een smeetje. Nee, ik ben deze. Ah, hallo. Hallo, sexy. Dus, volg mij. Hoort die smeetje bij ons? Dat is een Nederlander waarschijnlijk die mijn YouTube-kanaal kent. Oké. Nou, dus die sprong gezellig mee. Nou, handtekening vragen en zo. Ja, daar was Dutch YouTube The Gathering voor, hè? Ja, oké. Heb je haar dan gezien dan? Smee? Volgens mij niet, nee. Tenminste, niemand waarmee ik gepraat heb, zei dat ze Smee heette. Maar misschien heeft ze een andere naam en heet ze Smee in game. Maar ik denk het niet. Oh mijn god. Dus... Ik heb heel erg mijn best gedaan om iedereen zijn namen te onthouden namelijk. En dat is moeilijk. Ja, dat weet ik. Dat is zo moeilijk. Want het zijn allemaal mensen die je dan voor het eerst ziet. Laat me zeggen, ik weet dat ze dan in de comments wel actief zijn, maar... Oh. Like, het is heel moeilijk. Ja, ik geloof het best. Wee! Blow him up! Dus ik ben ook creeper, ik blaas iedereen op. En dat doe ik meestal elk potje. Als ik monster ga. Maar meestal ga ik op het einde pas monster. En nu ben ik weer sinds, volgens mij, een lange tijd in de games weer doodgaan early. Ja, je ging echt vreselijk. Ik was echt niet aan het opletten. Ik misklikte, dit is gewoon... Ja, je stelt gewoon weer je fans teleur, hè? Nou, ja zeg. Ik stel ze niet teleur. Nee, nu zien ze ook een keertje jouw andere kant. Precies, nu zien ze de Tim blaast iedereen op altijd kant. Ja. Gewoon full creeper footage. Nee, ik ga zo wat andere dingen spelen. Ik heb nu de creeper fully upgraded. Voor, laat maar zeggen, je kunt verschillende takken kiezen. Heb je al 500 XP? Hoe zie ik de XP? Experience bar. Oh, dat is mijn XP. Oké. Ja, dan kan ik creeper kiezen. Ja, hoeveel heb je? 300. Nou, daar kun je redelijk wat upgrades van kopen. Gewoon klikken met linkermuisknop en dan unlock je het vanzelf. Yes. Ik heb al wat ik heb al... ik heb per ongeluk de zombie geupgrade. Ik weet niet of dat goed is, hoor. Nee, maar... dat kan heel goed. Oh. Veel mensen die echt kills willen, die gaan zombie. Oké. Ik ga voor de sneaky killsteals. Okay. Met de creeper, laat maar zeggen. Of mensen die heel zwak zijn, die kan ik in één keer vermoorden. Maar zombies, als je daar een beetje goed mee bent en ze goed upgrade, dan blazen ze in één keer op. Alright. Nou, ik heb mijn zombie een beetje ge-upgrade. Dus ja, ik hoop dat hij nu niet in één klap dood gaat. Nee. Waarschijnlijk niet. Beetje health, een beetje nog wat special abilities. Kun je als dwarf ook echt klein zijn? Dat is een hero, Nissevin. Oké. Dus dat is de enige die een kleine Lilliputter is. Oké. Die was ik in de vorige aflevering. Oké. Blijkbaar had ik wat foutjes gemaakt. Blijkbaar het geweer dat ik had was ook een zwaard. Want dat is logisch. Hè, chat? Doe eens normaal. En de chat werd boos op mij omdat ik niet met mijn geweer aan het slaan was. Ik zei van, who cares? Als ik wil slaan met mijn zwaard, sla ik met mijn zwaard. Ja, blijkbaar doet evenveel damage. Maar ja, het kan dus ook met die ander. Sorry hoor, jeez. En ik was ook helemaal vergeten dat ik met Shift, laat maar zeggen, dat hij een soort van vliegende boots heeft. Ja? Okay. Dus dan vlieg je een stukje. Oké. En mensen die dan vragen, Tim, ben je aan het opnemen? Ik ga daar niet op antwoorden als ik opneem natuurlijk. Nee, dat zou niet handig zijn. Ja, het kan wel, maar dan ben ik elke aflevering gewoon op chat aan het letten. Niet leuk met Rolf aan het kletsen. Ja, met mij kletsen is leuker. Ja, tuurlijk. Nou ja, dit is de Rolf, de enige echte. Man, we hebben echt lang niet meer gesproken. Gewoon, Dutch YouTube The Gathering was echt van, hey, jou ken ik. Yes, dat was bijna een jaar geleden. Ja, het is echt lang geleden. Anderhalf jaar. Ja, niemand kent gewoon op mijn kanaal nog de wereldrecordschiep. Nee, ik ken het niet. Nee, heel veel mensen kennen het niet. Gewoon een paar hardcore oudjes, laat maar zeggen, die kennen het nog. Maar echt heel veel mensen denken echt van, dat heb jij gedaan? Ja, ik had... Dus nu niet legit, maar ik had een wereldrecord voor Minecraft livestreamen spelen. Ja, spelen. En dat was meer dan 50 uur.
Yes, achter elkaar. En daar was ik dus de hoofdjurylid. Ja, hij let dus op of ik wel netjes een poeppauze neem. Ik mocht het bij gaan houden wanneer Tim naar de wc ging. Yep. Ja. Nou, dat was heel, zeer eervolle taken. Ja, echt wel. Ik had er veel voldoening aan. Ik mis wel die gozers, man. Ik heb ze ook lang niet meer gesproken. Yes. Ramazan, Nikje. Mickey. Mick. Oh, Nick. Ja. Nick, met het paardenhoofd. Ja. Maar die spreek ik nog wel eens. Ja? Yes, ja. Yeah. Gaat goed met hem? Yes. Mooi. Volgens mij wel. Alleen niet veel op YouTube actief, maar voor de rest wel goed. Ja, nee, precies. Ik had ook niet verwacht dat die gozers nog heel actief op YouTube waren. Ja. Ik was sowieso al verbaasd om jou te zien. Like, ja, ik heb hier zo lang niet gesproken en ik zag ook niks op YouTube meer van jullie kanaal, laat maar zeggen. Ja, nou ja, ik ga al heel lang naar de gathering, dus. Ja, nou heel cool. En ik blijf nog steeds gaan. Ja, ik ook. En volgend jaar heeft Tim zijn eigen booth, dus daar moet ik ook bij zijn. Wie heeft zijn eigen booth? Ja, jij. Heb ik een eigen booth? Ja, een meet and greet booth. Denk je? Ja, denk het wel. Ja, ik weet niet of ik groot genoeg ben. Ah, vast wel. Het zou wel echt heel cool zijn. Ja, echt wel. Zou ik me echt speciaal voelen. Ik voelde me sowieso al speciaal. Dat was zo cool. Ja, dat is toch lijp? Ja, gewoon een beetje daar staan. Terwijl je gewoon gamet. Ja, dat is het vooral. Ja. Like, ik zie het al wel in chat, maar als je opeens echte mensen ziet, is het zo anders. Hoezo zegt iedereen GG? Omdat Nisfen dood is, dat is een hero. Het is nog geen GG, maar er zijn nog 11 over en één van de 3 heroes is dood. Oké. Oftewel, we zeggen niet GG omdat het spel voorbij is, maar we zeggen GG omdat de hero dood is gegaan. Oké. Dat is een soort van netjes tegen heroes. Extra netjes doen we tegen heroes. Oké. En mensen die bekend zijn en we goed kennen. Ik heb geen GG nu gezegd, omdat ik gewoon opneem. Ja, soms typ ik, maar meestal wil ik daar gewoon vanaf blijven. Ja. Het is gewoon alleen maar afleidend. Oeh, Old Man Tobu is dood. Die ken ik niet, maar hij is dood. Weet je, dat is interessante info. Hey. We hebben er nog 11 nu. En dat is echt niet veel. Maar ze hebben nog 800 gold. Dus als ze goed zijn, wat denk ik een paar zijn, dan houden ze dit nog heel lang vol. Alright then. Nou, ik ben benieuwd. Maar ben jij nu gewoon de hele tijd... Ja, ik ben gewoon als zombie de hele tijd op aan het rushen. Oh mijn god. Maar ze zijn best wel overpowered volgens mij. Wat? Die dwarfs? Ja. Ja, keihard overpowered. Oh, dat is een heel moeilijk dood. Net als we het zeggen, gaat er een dood. Well, that's awkward. Yeah. Ze zijn OP, maar dat is alleen maar vanwege dat potion. Ja, klopt. Maar ergens, ja, als je deze aantallen zombies op je afkrijgt, ja, oké. Okay. Ja, nee, uiteindelijk is het ook wel nodig, maar... Oh, ik moet nog even upgraden. Zie ik nu. Zal ik even ook... Wat zou ik gaan? Even zombie, denk ik, is wel handig. Gewoon even health upgraden. Ik vind het zo irritant dat ik elke keer 1-1 moet klikken, laat maar zeggen, en dan. Ja, nou, ik vind het irritant dat als ik gewoon erop afren, ik sla één keer en ik ben dood. Ja, je moet opletten op die groene sparkeltjes. Groene sparkeltjes. Ja, dat is een prok. Daar had ik het al heel even over in het begin. Maar dat insta-kill je iedereen. Oh, ja, ja. Dus dan loop je gewoon letterlijk je dood in. Oké. Dan moet je wegblijven. Had ik niet goed genoeg uitgelegd. Oké, nou dat wist ik niet. Maar dankjewel. Ja, dus nadat ze iemand vermoorden krijgen ze een prok. En dan kunnen ze blijven insta-killen totdat er een bepaalde tijd voorbij is. Oké. Ik snap. Jij snapt. Oh, ik zie hier nu iemand rondlopen met een cape en dan denk ik van, oh, ik wil eigenlijk ook wel zo'n cape. Is dat Bruce Willeke? Nee, Roman. Oh ja, maar die is dan naar, laat maar zeggen... Gamescom geweest. Ja, precies. Ja, of Minecon. Gamescom, wat zeg ik nou weer? Oh, maar dat... Ik vind het wel cool staan, hoor. Ja. Maar ik wou hem vroeger ook hebben, maar ik heb me er overheen gezet. Ja, nou... Want ik ga niet, ik weet niet hoe duur ze eigenlijk zijn. Ja, nou, pittig duur. Pittig duur, nou. Alleen maar om... Ja, slecht georganiseerde events bij te wonen. Ja, klopt. Het was echt slecht georganiseerd. Wat, Minecon? Ja. Was je erbij dan? Nee, maar wat ik gezien had van de eerste was echt van... Nou... Ja. De hype is meer dan wat je ervan maakt. Ja, dat is wel waar. Maar dat had ik niet anders verwacht. Nee, maar ik wil ook niet naar het event toe. Ik wil gewoon die cape. Ja, precies. Maar ja, dat vind ik dan geen 100 euro waard. Nee, dat sowieso niet, nee. Dus denk ik van, ja, fuck. Oké, nou ja, laat maar zitten dan. Yes. Oh, wat? Ik hoorde in één keer geschreeuw Iron Golem.
Dat hoort zijn ons, special of? Monsters, ja. Oké, okay, dus dat is, moet ik dat een beetje vergelijken met de tank van Left 4 Dead? Ja, en ze doen fucking veel damage. Okay. En ze breken blokken in één slag. Dus het zijn hele awesome. Goede. Maar niemand kan ze prokken ook, dat is wel interessant. Oké. Okay. Behalve heroes. Oké. Okay. Dus hier loopt een Iron Golem. Ik ga hem even volgen hoor. Ja, support hem maar even. Ik vind het wel interessant. Even kijken. Deze Robin is een beetje aan het trollen hier. Robin? Robin is een hero. Oké. Okay. Oh, die Roman met het capeje. Mhm. Oh, nou, daar ging ik niet uit. Zit hij links om de hoek. Oh, Roman heeft zijn prok, dus uitkijken. Dus nu uit alle dwarfs wegblijven? Ja, ze hebben allemaal een prok. Oké. Okay. Waar is Roman? Oh, daar is hij. En hoe weet je dat de prok over is? Als er geen groene sparkeltjes meer zijn. Oké. Okay. En waar zie je de groene sparkeltjes? Die zie je om de dwarfs heen? Ja. Gewoon particles. Oké. Okay. Alright. Ik moet Roman even weer naar binnen rammen. Roman. Ik heb weer verder naar binnen geramd. Shit. Ik wou naar buiten rammen, sorry. Naar buiten? Ik wou net zeggen. Je wil hem niet binnen hebben, je wil hem buiten hebben als het donker wordt. Maar het is nog super licht. 7 man nog, dus dit gaat heel nog goed. Nog 7. Okay. Dit winnen we uiteindelijk. Want als het donker wordt en ze zijn buiten, dan zien ze niks, toch? Zien ze niks en doen wij meer damage. Maar ja, als ze torches gebruiken, dan kunnen ze dat weer counteren natuurlijk. Ja, maar je kunt niet constant een torch in de hand hebben. Precies. Oké, okay, nog 6 over. Ja, het gaat heel goed. Dit is redelijk kort potjes. Meestal duren ze wat langer. Echt waar? Ja. Ik vind het nu best wel lang duren. Hoe lang zijn we al bezig dan? 38, zeg maar 40 minuten. Oh echt? Wauw, dat had ik niet door. Ik dacht dat we echt heel kort bezig waren pas. Nee. Normaal vind ik deze potjes inderdaad heel erg langdradig. Dus vind ik het heel moeilijk om ze soms gewoon uit te spelen. Vorige keer, maar dat komt misschien omdat mijn vorige potje was 2,5 uur. Dus dit voelt heel kort. Ik zit echt van, we zijn nu nog niet eens halverwege. Oh. Ja, het was echt te lang. Het was niet eens meer leuk, gewoon. Nee, dat snap ik. Oh nee, waarom heb je die gemold? Kom op. Oeh, ik wil hierop. Oké, dit wordt leuk. Dus ik ben een creeper. We gaan nu richting de laatste core of zo. Ja, we zijn bij de laatste core. Oké. Okay. Is dit een gat hier waar ik naar beneden kan? Maar we zeggen, ik ben een creeper, dus ik wil wat weaklings pakken. Die zich een beetje verstoppen daar. Yes. Gewoon bebben, blijven we weg. You have no mark to... Oké, okay, het is nu weer dus die park. Of hoe heet dat? Ja, prok. Heet het park? Nee, prok. Prok, ik kan het zeggen. Park. Ik weet niet waarom het prok heet, maar het heet prok. Dat moet ik eigenlijk een keer weten, dat soort. Ik denk dan meteen aan procrastination. BAM! Ik faalde. Je faalde. Laten we zeggen, kamikaze pilot creeper is superleuk. Laten we zeggen, je klimt helemaal omhoog. Laten we zeggen, ze hebben een soort box gemaakt rond de shrine. En als creeper is het heel leuk om goed te timen dan net op het moment dat je beneden landt, dat je ontploft. Ja. Yeah. En dat is dan chaos. Doet veel pijn en je wordt heel veel knockback krijg je van inderdaad. Yes. Geweldig. 360. Oh my god. I just did that, mate. Maar ik heb nu een pickaxe en daar kan ik ook dingen mee hakken. Ben je dingenzombie? Oh nee, je bent normale zombie. Ik ben nog steeds normale zombie, maar ik kan nu ook dingen hakken blijkbaar. Uh-huh. Helemaal correct. Yes. Ah, kom op. Damn it. Ik maakte een foutje. Het is maakt hij een foutje? Ja, ik wil niet uitleggen. Het was echt heel slecht. Het was gewoon echt heel slecht. Ik speel het spel nu al zo lang. Nee. Nou ja, ik zie het morgen wel. Ja, nee, dat is helemaal waar. Nou ja, ik knip het in twee, hè? Oh, oké. Okay. Want ik vind filmpjes van 20 netjes. Oh, hij is dood. Nice. Oh. GG. Dat was, ja, ik zeg ook wel GG, ja. Je moet uitroeptekens GG doen. Oké, GG, uitroepteken. Oh, please. Spam. Please do not spam. Sorry, mate. Dus er zijn er nog 4 over en die net dood ging was een hero. Ja. Dus, okay. GG Bruce, er is nu nog een Roman, maar ik denk niet dat hij het heel lang volhoudt. Roman. Right. / Liz.
kijken wie de Roman is, laten we zeggen. Ik kan het niet meer zien. Oh, wacht, ik kan wel zien. Even er zijn er nog 4. Input Logic, ik ken hem niet, dus het is niet bepaald. Eentje die ik goed ken. Maar je kunt... Hoe kun je zien wie er nog eigenlijk... Slashlist. Ah ja, monsters. Dat zie je precies ook wie de hero is, want de hero is niet de echte persoon, maar gewoon iemand die zijn skin krijgt. Ja. Oké. Okay. No, I killed the golem with a proc. Damn it. Boom! Ja, oh, god. 3 man geraakt. Daar ga je voor natuurlijk, als creeper. Ik doe gigantisch veel damage aan je armor. Daar is er een weg. Get wrecked, mate. En daar is die ander weg. Bam. De damage die je doet is gewoon niet normaal. Je mag gewoon credit nemen. Doe jij heel veel damage dan? Ja, ik heb, laat maar zeggen, de damage creeper. Tak, laat maar zeggen. Je kunt destruction dan mooie blokjes. En je hebt damage dan mooie mensen. Oké. Okay. Oh, geinig. En nu ben ik Roman aan het pesten. Hij zit in de pit. Maar de shrine gaat weg, zie je boven. Dus dat betekent dat we zo goed als gewonnen hebben. Ja, there we go. GG, well played. Dan? We hebben gewonnen. En nu kunnen de dwarfs gewoon neer worden gemaaid. Ja, ze zijn klaar. Nu gaat die laatste dood waarschijnlijk. Oké. Okay. Nu is tijd voor een outro. Tim, jij mag GG, well played. Doe maar een outro, je verdient hem. Oké, okay, nou mensen, bedankt voor het kijken. En abonneer op Tim volgens mij. Ja, heel goed. Yes. Like, comment. Like, comment. En lik je hondje. Lik zijn pagina en zijn video. Likken nog wel, damn. Yes. Ik vind de hondjes likken niet zo raar, maar als je dan pagina's gaat likken, dat vind ik toch wel een beetje apart. Nou ja, het is... Vind ik een beetje raar, Rolf, dit. Nee, dat doet iedereen tegenwoordig. Ja, jij loopt gewoon achter. Kijk. Ik loop heel erg achter op de nieuwste trends gewoon. Pagina's likken. Gewoon de nieuwste manier van favoriten. Deze pagina is 200 miljoen keer gelikt. Yes. Damn.